Tim, dit is de eerste wedstrijddag. Hoe ziet zo'n dag er voor jou als mechanieker uit? In principe hebben we het meeste gisteren al voorbereid. En wij gaan gewoon vandaag, voordat de renners naar de baan zijn hierheen, om alle banden op te pompen, alles klaar te zetten. Vervolgens is het even afhankelijk van of we duuronderdelen of sprintonderdelen hebben. De sprinters gaan nog met de baanfiets op de roller. Dus dan zitten nog trainingswielen in en dan moeten voor de wedstrijd de wielen gewisseld worden. En voor de duurrenners staan de fietsen in principe al klaar. Dus die hoeven alleen nog maar te pompen en te laten controleren voor alle wedstrijden. En hoe heb jij je de afgelopen weken voorbereid op dit WK? Nou, we zijn op trainingskamp geweest in Portugal. In principe hoef ik... mijn voorbereiding bestaat vooral uit alle wielen klaarzetten. Zorgen dat er misschien nog een onderdeel hier of daar vervangen wordt. En voor de rest bussen inpakken, spullen hierheen brengen. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Dit is inmiddels al jouw zesde WK. Wat is het verschil met het zesde WK ten opzichte van je eerste WK? Nou, de eerste WK was ik sowieso mee eigenlijk om te helpen. En nu ben ik natuurlijk gewoon de hoofdverantwoordelijke. En aan het begin was ik gewoon redelijk zenuwachtig voor elke wedstrijd. Om te kijken of de fiets wel goed was. En inmiddels is dat een stuk minder. Dus dat is op zich wel lekker. Helemaal. Zijn er bepaalde onderdelen die voor jou als mechanieker nog spannender zijn? Omdat het materiaal daarbij meer kracht te verwerken heeft bijvoorbeeld? Nou, vooral de onderdelen met een staande start zijn altijd wel even spannend. Omdat je nooit... je zet je wiel vast, maar je weet nooit of dat er iets misgaat. En dat ze het wiel eruit trappen. En dat wil je natuurlijk niet.